via mijn zus ben ik terechtgekomen bij de sport kickboksen. Omdat ik altijd een beetje zoekende was naar okay, welke sport past nu bij mij. Wat vind ik leuk om te doen en wat kan ik ook echt 4-5 dagen in de week doen. Toen ben ik via mijn zus bij de sportschool Doranjem gekomen. Zij zei van ja, kickboksen dat is echt iets voor jou. Dus ja, daar een proeflesje mee gedaan en ik was eigenlijk gelijk verkocht en verliefd op de sport. Je streeft altijd naar een doel. Je hebt een wedstrijd staan, je moet dat gewicht zijn. Dus je bent zowel mentaal ben je heel erg bezig, maar ook fysiek. Als ik naar de sportschool ga, vooral het kickboksen ook, toch wel een soort therapie eigenlijk. Je gaat en je kan eventjes al je gedachten uitzetten en volledig focussen op de training. Wat sporten zo mooi maakt, is dat je toch weer samenkomt. Je maakt vrienden, zoals ik ook zelf ook heb ervaren. Ik heb een vriendengroep van 10 jaar, die bestaat ook uit de sport die ik beoefen. Dus ja, het is niet alleen het sporten zelf, maar het is ook samen zijn. Wat ik zou zeggen tegen mensen die twijfelen, die nog niet sporten, is neem gewoon de stap. Kijk, de eerste stap is het moeilijkst. Als je die eerste stap hebt gemaakt en de sport die trekt jou en aan het eind van de sportweek kan je kennis maken met verschillende sporten en je gaat sowieso een sport vinden die je echt tof vindt. En maak die stap gewoon, want dan leer je pas kennen hoe de sport is. En ik denk dat je dan echt iets gaat treffen wat je heel tof vindt en leuk vindt. Dus het zou zonde zijn als je dat niet zou doen. Dat was het. Ja.